luistert naar Omroep IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. De jongste van het hele stel. De jongste van alle deelnemers trouwens die ooit die meegedaan hebben. Janna Verboom, kom erbij meid. Janna, we zijn allemaal nieuwsgierig naar jouw leeftijd. Hoe oud ben je? 11. 11 inmiddels? Je bent jarig geweest? Ja, februari. Ja. Oké. Janna, wat is er met jou gebeurd? Want ik weet, dat weten een aantal van de juryleden ook en een paar mensen die hier zitten ook, dat jij samen met jouw zus hebt opgetreden. Dat wil zeggen, jij trad op en je oudere zus trad op. Ja. En toen kreeg jouw zus de boodschap, ik ben niet door. En jij kreeg de boodschap van, ik ben door. Ja. Hoe was dat thuis? Nou, mijn zus is niet echt heel erg of zo dat ze het heel erg vindt, maar ik vond het wel leuk dat ik door was. Ja, dat snap ik. Maar ze gunt het jou dus eigenlijk wel? Ja. Oké. Okay. Vertel eens aan de mensen en aan de jury hier, wat ga jij voor ons zingen? Nieuw Sol van Yael Naim. Yael Naim, kent u dat? Kent u die? Een aantal misschien wel, maar een heleboel niet. Wat is dat voor iemand? Is dat een bekende zanger? Is dat, wat voor nationaliteit heeft hij? Waar komt hij vandaan? Niet heel erg bekend, maar ik weet niet echt waar ze vandaan komt. Maar ze is geloof ik Joods. En waarom heb je nou per se voor dit nummer gekozen dan? Want het is toch vrij onbekend. Ja, ik kende het al en ik vond het gewoon een leuk en vrolijk nummer. En stel nou, jij komt straks als 11-jarige in die finale terecht. Ja? Ja. En je wint het misschien wel. Zou maar zo kunnen natuurlijk. Ja. Wat dan? Wat dan? Blijft het dan daarbij of zeg je van, dan ga ik nog veel meer optreden? Nou, dat weet ik niet. Ik vind het wel leuk om op te treden, dus. Ja, ja. En, maar je hebt nog niet het idee dat je daar straks later iets mee gaat doen? Nou, zeg je nu al van, nou ik weet het zeker, ik word straks zangeres. Nou, dat weet ik niet, eigenlijk niet zeker. Nou, dat ben je nu aan het uitproberen natuurlijk ook een beetje. Ja. Ja. Goed, nou wij gaan zien of dat erin zit bij jou. Ja. En de jury gaat heel nauwkeurig luisteren en kijken naar de jongste deelnemer van vandaag. Jongens, 11 jaar, Janna Verboom. De stem van Kampen. Okay.
impossible mistake. La 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 la. Jana van Boom, van Jana. Kampen. Ik weet nog bij de voorrondes, bij de audities, toen baalde je als een stekker na afloop van je liedje. Ja. Maar je was een stukje vergeten. Ja. Ja. Dat is nou niet gebeurd. Nee, gelukkig niet. Goed, hè? Ging helemaal goed, hè? Ja. Ja. Ben je blij dat het erop zit? Een beetje. Maar je vond het ook wel leuk om te doen, hè? Ja. Hoe vond u het, dames en heren? En hoe vond de jury het? Nog veel belangrijker. Ja, de jury die vond het helemaal leuk. Ik vind het echt ongelooflijk hoe jij met je 11 jaar zo vrij op het podium staat te swingen. En gewoon iedereen meekrijgt. En iedereen zit lekker mee te klappen. Dat is echt knap. En ik kende het liedje ook niet, maar ik vind het een hele goede keuze. Want het is echt een heel leuk en lekker liedje. En je hebt het heel erg eigen gemaakt. En ik moet zeggen, ik vond je uitspraak voor een 11-jarige heel erg goed. Bedankt. Dus je staat lekker te swingen. Heb je ook dansles? Ja, ik zit op jazz, maar... Nou, dat was te zien. Helemaal goed. Ik kijk even naast me. Nou, Jana, ik wil je een paar complimenten geven. Als je dit liedje zo hoort, het lijkt een heel simpel liedje om te zingen. Maar ik denk dat het een heel moeilijk liedje is om te zingen, want je moet het heel relaxed timen. Kan je mij horen? Ja hoor. Ja, hartstikke mooi. En die timing, dat deed je hartstikke goed. Gewoon lekker achter in de maat het liedje heel relaxed zingen. Super gedaan. Bedankt. Ik vind dat je er hartstikke goed uitziet. Mooi zilverkleurig jurkje. Bedankt. Het valt goed op. Wat me ook opviel, je had er plezier in om op het podium te staan. Hebben we dat goed gezien? Ja, want ik had er zeker plezier in. Ja, hè? Heel leuk. Ja, even kijken wat ik had genoemd. Oh ja, wat me ook nog opviel, bij het tussenspelletje voelde jij je niet onzeker. Dan stond je gewoon een beetje te dansen en te bewegen. Dat vond je helemaal niet vreemd, denk ik, hè? Nee. Nee, hè? En ik vond het heel goed dat jij ook een beetje contact met het publiek probeerde te zoeken. Dus ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. Compliment. Dank u wel. Martin, wil jij nog... Dames en heren, geef nog een groot applaus. Onze jongste deelnemster, Jana van Boom. Stem van Kampen. Toen we de tweede ronde van de audities hadden, zat er iemand tussen die een beetje toch afweek van de rest. Vooral door haar vrije manier van optreden en ook in de repertoirekeuze. En dat was Anna-Christine Sloep. En die komt nu op het podium. Dames en heren, ontvang haar met een grote applaus. Dag Anna-Christine. Hi. Hoe is het? Ben je, ja, uitstekend. Gezongen. Ben je een beetje relaxed of niet? Ja, relaxer dan toen. Relaxer dan toen. Relaxer dan toen. Ja, het is natuurlijk, als je dat voor het eerst gaat doen, is het natuurlijk altijd een beetje, hè, de zenuwen die ga je naar parten spelen. Ja, precies. Maar je staat nu lekker relaxed, begrijp ik. Wat ga je voor ons zingen? Are You Kidding Me, van Anouk. Van Anouk, Are You Kidding Me. Nou, ik denk dat niemand dat in gedachten heeft om dat te gaan doen. We gunnen jou allemaal een fantastisch optreden. Ja, ik zou zeggen, zet hem op. Ja. Doe je best. Maak er wat van. Ja. Dames en heren, Anna-Christine Sloep. De stem van Kampen. My peace of heaven, angel in the skies, don't worry.
who knew right from wrong. That's why I really don't understand why you with us killing me. Now what has she got that I don't have? Is it the way she looks at you? Last way to the sea. Does she make you back for more? Oh, this is hurting. Now what has she got that I don't have? I try to call him, yeah, anytime, anywhere, but he's never there, no. Oh, no, no, no. So I went to his place and waited all day so he would explain it to me. Now this is what he said. Yeah, he said, there is nothing left to say. I had my fill, I went away. You're playing that won't change a thing. It was just a play. Well, how could an angel break my heart? Na 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 na. He said we could still be friends. Oh, are you kidding me? But what has she got that I don't have? Is it the way she looks at you? Last one to the sheet. Does she make you back for more? Tears. When he loses his mind, he can't help but cry. You call me and then, yeah, ha. I am better than I am. I am better than. Baby, 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 I am better than. Dat is met veel bravoure gebracht hoor. Hoe voelt het gaan zelf? Ja, beter dan vorige keer. Ja. Martin. Ja, nou dat is wat je noemt een stem met ballen. Ja? Je knalt er doorheen met je stem. En toen je opkwam, toen dacht ik al, nou dat is echt een rockmeid. Weet je wel, met je spijkerbroek en je shirt en je haar. Denk, ja, daar komt eentje met zo'n soort nummer, dat past. En dan ga je zingen en dan ga ik achterover zitten van, nou, vocaal komt dat wel goed. Je beheerst dat liedje wel. En dan ga ik langer kijken. Van nou, waar kan ik dan nog wat over zeggen? En dan denk ik dat het liedje, er zit een stuk negativiteit in. Hè? Van hé joh, wat heeft zij wat ik niet heb? Ja. Het is een soort uitscheldliedje. Ja, en dan vind ik wel dat je lichamelijk een beetje onder energie blijft. Wat je stem heeft, die kracht en die energie. Ja. Dat mag je in je lijf, zeg met baby, baby, baby. Ik had je meer hopen, zien, ik had je willen zien exploderen of zo. Ja, precies. Maar dat is echt een puntje op de i hoor, want vocaal gezien was ik dik tevreden. Je nam het podium in beslag, je nam ons als publiek in beslag, met je stem en met je laid-back manier van timen. Ja, lekkere stem, maar iets meer energie volgende keer en durf eventjes een stap verder te gaan in het loslaten van schijt aan alles, laat ik het zo maar even zeggen, en springen met die hap, als een festival. Dat zou misschien nog lekkerder maken. Ik ben benieuwd wat Rob ervan vindt, want die is ook van zo'n stem met ballen. Ja, ik vond dat toen in Den Haag al prachtig. Het is gewoon een rockwijf, om het maar zo te zeggen. En ik vind dat geweldig. Je pakt het goed, het publiek. Alleen, word niet te nonchalant. Dan zak je weg. Pak het publiek, ze moet aan je lippen hangen.
En dan komt de rest vanzelf goed. Nou, ik zou zeggen, neem die tips mee. Ja, Anna-Christine, ik heb een vraagje aan jou. Ja. Zing jij ook in een band? Ja. Ah, dat dacht ik bij al. Bij de muziekschool. Bij de muziekschool, ja. Oké. Als je met de band speelt, ga je denk ik meer uit je dak dan nu, hè? Ja, soms. Want ik vond het een heel klein beetje ingehouden, maar ja. Als ik jou dan zo zie, dan had ik zoiets van, die moet in een band, die moet uit de dak gaan. In het begin was het een beetje binnensmonds wat je zong, maar dat kwam, aan het einde kwam dat goed. In het begin bleef je een beetje op je plek staan, maar aan het einde durfde je ook het podium te gebruiken. Dus ik vind het hartstikke goed gedaan. Complimenten. Dankjewel. Goed, Anna, Christine, bedankt voor je optreden. Ja, dankjewel. We gaan het afwachten. Na de derde ronde dan zul je het zien, dan zul je het horen. Oké, bedankt. Geef er nog een groot applaus. De stem van Kampen. En de laatste kandidaat in deze ronde is Emmy Scheurwater. Wauw. Emmy, wat ziet er mooi uit. Dankjewel. Dank je. Ja. Emmy, kom even naar voren. Een beetje naar voren. Kan iedereen je goed zien. Ja, dan sta je dan in de eindronde. Ja, heel spannend. Heb je nog bijzondere dingen beleefd tussen de voorronde en nu in, zeg maar? Dus heb je leuke reacties gehad? Heb je veel geoefend? Heb je nog... Ik heb heel veel geoefend. Altijd zenuwachtig, maar het is altijd goed. Ook leuke reacties gehad. Zoals? Zeker. Bijvoorbeeld? Hoe is dat? Nou ja, echt sol. Echt, ik heb gewoon een zware stem, dus... Ja. Nou, je hebt een bijzondere stem, dat klopt. En daarom sta je hier ook, omdat je een bijzondere stem hebt. En ja, daar zijn we naar op zoek, of niet, jury? De stem van Kampen, die willen we hebben. Die zoeken we. En misschien ben jij het wel. Ik hoop het. Wat ga je voor ons zingen? Ik ga Rehab zingen van Amy Winehouse. Oh, dat is heel bijzonder. Amy Winehouse. Dames en heren. Een groot applaus voor Emmy Scheurwater. Dankjewel. De stem van Kampen. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but will I come back? Oh no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I said, no, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days, 'cause there's nothing you can teach me. I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot of class, but I know it don't come in a shot glass. Try to make me go to rehab. I said no. Yes, I've been black, but will I come back? Oh, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, why you think you here? I said, I got no idea. I'm gonna lose my baby. So I always keep bad on me. He said, I just think you're depressed. That is me, yeah, baby. And the rest, they try to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but will I come back? Oh, no, no, no. I don't ever want to drink again. I just need a friend.
I'm not gonna spend 10 weeks. Everyone think I'm on the mend. God's not crying. The hitches for these days they're right. I'm trying to make me go to rehab. I said, no. Yes, I'll be back, but will I come back? Oh, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he'll try to make me go to rehab, but I won't go, no, no. Thank you. Yeah, yeah. De stem van Kampen. Ja, dat was een bijzondere stem. Hoe vond je het zelf gaan? Ik ben altijd zenuwachtig. Ja. Als ik dan eenmaal sta, dan denk ik van, nou, wel lekker. Ja. Ja. Nou, ik vond het lekker overkomen. Benieuwd wat de jury ervan vindt. Martin, mag ik jou nou, je maakt, ja, Emmy, je maakt wel veel los. We hadden allerlei gesprekken over jou achter de tafel. En dat is op zich positief, want als je opkomt, dan komt er een frisse meid op. Met een vrolijke blik in de ogen. En de levenslust heb ik opgeschreven. Dat spat er voor mij wel vanaf. Fris en fruitig. Ja? En dan ga je zingen. En na het praten viel het mij zo op dat dan je stem zo'n andere jas is dan de stem die je hebt als je spreekt. Laag, inderdaad zwaar noemde je het zelf. En dat voelt voor mij een beetje als een jas die je aan het aantrekken bent als je gaat zingen. Die je nog een beetje aan het ontdekken bent. Van wat kan ik daar allemaal mee? En het is wel heel lekker, het is bijzonder en het klinkt ook fijn. Alleen ik mis dan wel af en toe de kern. Dan wordt het allemaal een beetje omvloerst. Ja. En dan heb je wel kernmomenten dat je even uitpakt en dan hoor je in één keer, ah, daar zit er zo'n kern in die stem, ja, die ik dan een beetje mis over het algemeen. Ja, en, nou, ik hou zelf wel heel erg van uithalen. Ja. Lekker flink, ik hou meer van, ook van uptempo nummers, maar ik vond dit Rehab, hè, mensen kennen Amy Winehouse. Ja. En ik vond het zelf voor mijzelf ook wel een oefenmoment. Ja. Gewoon wat ik vaak geleerd heb dan met Rehab. Ja. Het is eigenlijk een heel moeilijk nummer met het tempo, dat moet je heel goed inhouden. Maar, ja. Maar weet je wat ik bedoel, Amy? Kijk, ik bedoel niet per se dat je moet uitpakken of moet uithalen, ja, maar meer als je nu spreekt heb jij een kern in je stem. Ja. En als je dan gaat zingen, ook al is het zacht zingen, dan zou je nog steeds iets van een kern kunnen hebben. Ja. En dat zit er gewoon in. Dus ik ben heel benieuwd wat er in de toekomst daar uitkomt. Ik heb een paar andere dingen nog hoor. Ik vond dat je in je presentatie wel sprankelend was. Maar daar ga ik Germa verder het woord over geven. Dankjewel. Ik deel de mening van Martin. Volgens mij ook helemaal dat je nog een beetje aan het zoeken bent naar wat je nou wilt doen. Wat je heel erg ziet is dat je er ontzettend veel plezier in hebt. En ik zou willen dat je dat plezier zeg maar helemaal hier naartoe kon brengen. Want af en toe dan blijft het zeg maar op het podium en kan je ons nog niet helemaal bereiken. Maar wij hebben hier natuurlijk ook een televisie staan waarin ik jou heel dichtbij kan zien. En dan spat echt het vuur uit je ogen. En ik zou willen dat het publiek, dat je dat nog meer zou kunnen geven. Verder vind ik het heel goed dat je ook hebt nagedacht over de outfit die je aan hebt. En gewoon de hele look die je hebt gegeven. En volgens mij halverwege het nummer werd je zelf ook iets nonchalanter. En kwam je wat meer los. Maar volgens mij zit daar nog een wereld achter die je misschien zelf helemaal nog niet kent, maar nou, waarvan wij allemaal denken dat die er is. Wie weet straks als ze doorgaat. Precies. Was ik benieuwd naar. Wat ga je straks... Ja, het is eigenlijk een verrassing, hè? Mocht je doorgaan. Oh, het is een verrassing. Oh. Het is een heel erg rare. Dus dan zul je mij echt zien. Dan wel. Dan ga je helemaal los. We zullen zien. We zullen het afwachten. Ik denk dat het merendeel ervan genoten heeft. Geef haar nog een groot applaus, jongens. Emmy Schuurwater. Dank u wel. Stem van Kampen. Ja, we hebben weer even een rustmomentje. Voordat we de laatste ronde Stem van Kampen. En terwijl de muzikanten van Wim de Ruud het podium verlaten,
Gaan wij ons opmaken, dames en heren, voor de laatste ronde. En daarbij moet mij toch een wat droevig bericht laten horen. Christine Carson, het meisje wat in deze ronde zou optreden als derde, heeft een dubbele keelontsteking en kan absoluut geen één noot uitbrengen. Als ze kijkt, ik richt me even naar de camera, Christine, van harte beterschap. Jammer dat je er niet bij kan zijn. Maar wie weet, als we dit volgend jaar herhalen, dan mag je een nieuwe poging doen. In ieder geval gezondheid toegewenst en succes de volgende keer. We gaan het ongetwijfeld opvullen. Op wat voor manier weet ik nog niet. Maar het is toch gezellig. De zon die schijnt, dus we komen er wel uit. Ik ga de volgende kandidaat op het podium vragen. Lisette Wielink. De stem van Kampen. Dag Lisette. Pak de microfoon. Wil je hem op stand laten of wil je hem in je hand houden? Kijk al. Kom naast me staan. Het heb je altijd. Als ze bij je komen staan, dan lopen ze gelijk weg. En dan kijk ze van de krant even. Dus kom lekker naast me staan. Hoe is het? Ben je een beetje ontspannen of ben je echt zenuwachtig? Ik ben niet echt zenuwachtig, maar... Een beetje? Ja, een beetje. Dat moet ook, want als je niet zenuwachtig bent, is het ook niet goed. Je moet een beetje gespannen zijn, dan komt het helemaal goed, denk ik. Ja. Je hebt denk ik een vreugdedansje gemaakt toen je hoorde dat je door was, of niet? Ja. Ja, had je niet verwacht? Nee. Maar het is een feit, je bent door en je staat nu voor een groot publiek hier op de Nieuwe Markt, zo dadelijk te zingen. Ja. Ja. En een kritische jury naar je kijkt, maar die ongetwijfeld positief zal insteken. Ja. Wat ga je zo dadelijk voor ons zingen? Ik ga Grenade zingen, van Bruno Mars. Van Bruno Mars, Grenade. Waarom dat liedje? Omdat ik dat een fijn auditienummer vind en ik heb dit jaar, heb ik meegedaan een grote avond op mijn school en daar heb ik dat liedje ook gedaan. En hoe was de reactie toen? Toen was ik ook door. Hoe reageerden de kinderen op school? Blij. Ja? Leefden ze met je mee? Ja. En je ouders ook, denk ik, of niet? Ja. Die steunen je ook, toch? Ja. Want je vader zingt ook een klein beetje, heb ik begrepen. Dus die is... Is het een beetje je voorbeeld? Nee. Niet. Nou, Henk, waar ben je? Jammer. Lisette, jij gaat zo dadelijk voor ons zingen en wij gaan je begroeten met een ovationeel welkomstapplaus. Dames en heren, Lisette Wielink. De stem van Kampen. Easy come. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Shouldn't know you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, well, while they're open. I give you all a hand and you tossed in the trash. You tossed in the trash. Trash as you did. And so give me all your love. It's all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade for ya. I throw my hand on the blade for ya. I jump in front of the tray for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I
Ja, ja. De stem van Kampen. En wat ik zeker weet, is dat er een heleboel ouderen onder ons denken... dat durfde ik niet op die leeftijd. Zo vrij en het toch maar even doen, ik vind het geweldig. Dankjewel. Jury, wie mag ik het woord geven? Germa. Ja, Lisette. Vond je het spannend? Lisette? Een beetje. Je hebt zulke mooie rode wangen. Je bent compleet gekleed in rood-wit-blauw, inclusief wangen. Wat ik heel goed vind aan je optreden is dat ik hoor dat je probeert zeg maar, het liedje vanuit de emotie te zingen. En daarin ben je naar mijn gevoel nog wel een beetje aan het zoeken. En het ene moment raak je echt het nummer helemaal goed. En soms is het een beetje onzeker, ook in de timing. Qua performance mis ik net een beetje zeg maar, die emotie die echt in dat nummer zit. Je was wel heel mooi aan het rondlopen over het podium en je maakte gebruik van het podium. Maar het is wel echt een power nummer waarin je volgens mij nog veel meer met je lijf zou kunnen doen. Om ook zeg maar, je stem te ondersteunen om het nummer nog meer power te geven. Ja. Dus dat zijn misschien een paar... Een paar kleine aandachtspuntjes. Maar verder heb ik genoten van je optreden. Dankjewel. Ja, wat ik zo mooi aan jou vond, Lisette, is dat je lekker eigenwijs bent. Ook in de keuze van dit nummer. Lekker pittig. En het was heel vaak erop en dan eronder. Soms zat je echt op de noten. En was het zuiver en stoer en geloofwaardig. En dan het volgende moment, zeker in de coupletjes, dan dook je er een beetje onder. Ook qua zuiverheid en qua energie. En dan kwam het refrein weer en bam. Dan was je er weer. Met I Catch a Grenade for You. Ja. Ik vond dat je het over het algemeen best goed gedaan hebt. Maar over het algemeen nog wel een beetje jong. Maar dat is mooi, want je wordt vanzelf ouder. En ervaring komt met de jaren. Ja. En talent, dat heb je. Dank je wel. Nou, die heb je in je zak. Jongens, een groot applaus voor Lisette Wieling. Ja, we hebben weer een man. We gaan weer naar een man luisteren. Een jonge man, natuurlijk. Michael Heden. Kom erbij, Michael. Jongens, Michael. Kom je bij me staan, jongen. Ja, ja. Kijk, mooie donkerbruine stem, hè? Ja, oh, ja. Mooi, mooi, mooi. Michael, even tussen de tussentijd van de voorronde en de finale, ben ik altijd nieuwsgierig naar. Hoe heb jij die beleefd? Je hebt te horen gekregen dat je door bent. En toen? Ja, toen dacht ik van, ik kan niet wachten tot de halve finale eigenlijk. En ik had er gewoon veel zin in. En ik wil graag gaan knallen. En dat is eigenlijk... Kijk, dat wil de jury graag horen volgens mij. Ja, dat willen ze denk ik zeker weten wel horen. Jij heet Heden van je achternaam. Nou ken ik een zanger, die heet Danny Heden. Is dat familie? Klopt, dat is familie. Dat is mijn broer. Ah, kijk, dus het zit ook in de familie een beetje. Het zit in de familie, ja. En je hebt ook nog een neef ergens die... Ja, klopt. Ik heb ook nog een achterneef en die heet Stef Ekkel. Dus, ja. Ah, kijk. Dan is de muzikaliteit meteen bekend natuurlijk. Ja, zeker. Wat ga je zo dadelijk voor ons zingen? Umbrella van de Baseballs. Van de Baseballs, goed zo. Ja. Yeah. Nou, we gaan ervan genieten, denk ik. Jury, klaar voor? Zet hem op. Oké, dankjewel. Michael Heden. Ja. Yeah. De stem van Kampen. Ja. Als je hem kent, mag je natuurlijk meedoen. Kom maar. You have a heart, and will never be the world apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, we can see shiny cars. And that you want me near you there, with you I'll always share. When so shall we shine together, told you I'll be here forever. That I'll always be your friend, to go know when I'm stinging my to the end. Not a waiting more than ever, all always don't have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. And you can stand under my umbrella. Hey, hey, hey. These fancy things will never come in between. You're part of my energy, in front of my infinity. When the world has to get by,
when the boy have candy is hard. But if the hand is hard, en als je kent mag je natuurlijk meezingen, komt ie maar. When the sun shall we shine together, don't you love me forever, then I'll always be a friend. And now it's raining more than ever, Lord, we still love each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, hey, hey. But you can run into my arms. It's a claim, don't be alive. Come into me. Yeah. So I'm gonna let the rain hop. I'm gonna need your love. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand. When the sun shall we shine together, don't you love me forever? Then I'll always be your friend. It's raining more than ever, all our we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. And when the sun shines, we shine together. Don't you love me forever, that I'll always be a friend. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. Oh, you can stand. But oh, you can stand. But oh, you can stand. Stand under my umbrella. You can stand. You can stand. You can stand. Umbrella. Yeah. Michael Hayden. Ja. De stem van Kampen. Ja. Nou, Michael, te gekke verschijning joh. Met die kop met haar helemaal de baseballs. Ja, dankjewel. En als ik het dan zo hoor, dan klinkt het ook zo. Dus wat dat betreft is het allemaal hartstikke goed gedaan. Ik vind alleen, zoals je het zingt, is hartstikke goed. Maar als ik jou dan zie, je loopt een heel relaxed een beetje van links naar rechts. Kijk niet naar het publiek. Ik denk als jij ook nog naar het publiek zou kijken en een beetje enthousiaster zou bewegen, dan had je iedereen in kunnen pakken. Maar dat heb je wat mij betreft nu niet gedaan. Je hebt hem heel goed gezongen. Ik heb je hem niet kunnen betrappen op valse nootjes. Dus dat is een compliment. Dankjewel. Timing was ook oké. Was ook een compliment. Dus eigenlijk heb je het hartstikke goed gedaan. Ik geloof dat... Ja, ik wil nog wat zeggen. Ik vond het wel leuk. Michael, ik zou bijna Danny zeggen. Want dat is je broer, hè? Ja. Ja, we hebben een keer samen gezongen. Ja, en, ja. Je hebt wel iets van hem weg, want je brengt meteen, net als je broer, sfeer. Je komt op en jouw optreden past ook bij zijn Koninginnedag. Gelijk iets gezelligs gebeurt er op het plein. En nou ja, je begint en het kan niemand ontgaan. Qua zang, als ik dan toch even kritisch luister, zie ik dat je heel erg in het middengebied van je stem bezig bent. Het liedje is vrij compact. Niet vaak de hoogte in, niet vaak de laagte in. En dan met zo'n wedstrijd waar het om de stem van Kampen gaat, zou het lekker zijn als je af en toe ook in de hoogte, of juist in de laagte, nog iets meer de extreme kunt laten zien. Ja. Iets lichter af en toe. Je weet wel gelijk een sfeertje te maken. En ik denk dat menig kroegeigenaar jou heel graag een avondje zou uitnodigen. Want sfeer brengen, dat kan je wel, geloof ik. En die stem, ik hoop dat je die verder zult ontwikkelen in de finesses. Ja, dankjewel. Heel veel succes daarbij en bedankt voor je sfeervolle optreden. Graag gedaan. Nou, dat kun je het doen. Je moet nog heel even wachten. Ja, het moet er ontspannen. Zo over een 10 minuutjes dan weet je of je de finale bent, ja of nee. Ik ben benieuwd. We hebben nog één kandidaat. Oké, dus we gaan even wachten. Ga luisteren. Dames en heren, Michael Hayden. Dankjewel. Ik heb hier voor mij een dosje. En in dat doosje zitten stembiljetten. Als nou zo dadelijk de laatste kandidaat geweest is, dan kunt u daar uw favoriet op invullen. En weer terug deponeren hier in het doosje. Uit de goede antwoorden wordt dan een kaart getrokken en die wint een etentje bij Moekes onder de toren. Dus, en dat is niet voor één man natuurlijk, dat zal ook maar voor twee man zijn, of misschien nog wat meer. Maar in ieder geval, het is de moeite waard om even een gokje te wagen. Kost niks.
Het geldt niet mee voor de uiteindelijke uitslag. Dat beslist de jury. Maar je kan er gewoon een etentje mee verdienen. Als je denkt van, nou, dat vond ik met afstand de beste. Vul die dan in, deponeer het hier. En wie weet, win je een etentje. Nu heb ik alleen één probleem. Ze zouden al hier en daar verspreid zijn, maar dat is niet gebeurd. Ze zitten hier in het doosje, dus als er mensen zijn die het had willen verspreiden, prima. Als de ingevulde kaarten hier maar weer terugkomen. Ik leg het hier even neer, je kan ze komen halen, maar je kan het ook overal even neerleggen. Misschien zijn er wat vrijwilligers die ons daarbij zouden kunnen helpen. Ik leg het hier neer. Ja, het waait al weg, zie. Ik laat het in het doosje zitten. En komen ze dan maar weer hierin leveren, dan zorg ik wel dat het een plekje krijgt. Goed, ze staat al naast me. Dames en heren, Marjolein Eigelaar. Oh, je gaat er maar zitten, hoe weet je naar voren toe? Juist, dat zei ik. Ik ga straks wel staan. Is dat voldoende ruimte zo? Ja, oké. Okay. Marjolein, je bent de laatste. Ja. Iets eerder dan gepland. Ik ken jou en heel veel mensen kennen jou waarschijnlijk van Ventura. Ja, zeker van Ventura. Vanmorgen nog, ja. Vanmorgen nog, prachtig vond ik het. Dankjewel. Ja, heel mooi gezongen. Maar nu sta je alleen. Ja, dat is wel heel wat anders. Ja. Iets meer zenuwen dan normaal. Ja. Ja. Hoe heb jij de laatste tijd doorgebracht? Heb je veel aan je nummer gedaan? Of? Ja, heel veel geoefend. Echt heel veel aan de tekst nog zitten luisteren en om er meer gevoel in te krijgen. Ja. Stel, je krijgt straks te horen, je bent door naar de finale. En het wordt hem. Je wordt de stem van Kampen. Wat dan? Ja, dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden. Maar wat heb je al een idee wat je dan daarmee zou willen gaan doen? Ja, misschien toch iets meer stembekendheid. Ja, ja, ja zeker. Maar de ambitie is er? Absoluut, al jaren. Oké, okay. Want je weet wat je te wachten staat. Dat is misschien nog wel goed om even te vertellen. De winnaar straks krijgt dus een professioneel optreden aangeboden. Ergens in de stadsgehoorzaal en waarschijnlijk hier. De opname van een demo in de studio bij Ton Kerkhoff. Dus de winnaar gaat straks meteen een afspraak maken van dan en dan kom ik mijn nummer bij je opnemen en dan heb je een perfecte band. Dat is geen kleinigheid. Nee, zeker niet. Dus dan weet je waar je het voor doet. En dat kun je dus gebruiken bij andere optredens, audities. Ja. Ja. Goed, dames en heren, wat ga jij voor ons zingen? Ik ga zingen Birdie met People Help the People. Ah, dat is momenteel, nou het is al wat afzakkend, maar het is een hele tijd bovenaan gestaan. Nee. Ja, zeker. Een bekend nummer denk ik wel. Ja, heel recent. People Help the People van Birdie, dames en heren. Marjolein Eigelaar. De stem van Kampen. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. I guess the loneliness came knocking. No one needs to be alone, no singing. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I hold. The
I'll be cold as a stone, rich as the fool that turned all those good hearts away. Nou. De stem van Kampen. Ja. Dat was de laatste. Het zit erop. Het zit erop, ja. Eens kijken wat ze ervan vinden. Ja. We waren hier nog mee aan het overleggen. Wie zou aftrappen? Want er is genoeg over jou te zeggen, Marjolein. Uh-oh. Nee, dat is best positief. Oké, gelukkig. Je heet Marjolein Eigelaar. Hè? Eigelaar, ja. Ja. Eigenaardig heb ik opgeschreven. Want, jij bent wel een soort kleur. Jij brengt kleur in zo'n optreden. Jij bent een uitgesproken persoon om te zien. Je komt op en het plaatje klopt. Er staat gewoon een mooie meid te stralen, verzorgd. En je hebt er zin in, je lacht, je kijkt Jack open aan. Je kijkt ons gelijk aan. Dus ja, dat is wel een artiest. En we hebben het vandaag over de stem van Kampen. Maar tegelijkertijd sta je wel op een podium en is niet alleen de stem die telt. En als je mensen aan je wil binden als artiest, ook in de toekomst, dan is het ook belangrijk dat we kunnen meevoelen met jou en meeleven. En daar heb ik één tip voor. Ik vond het plaatje zo mooi, bij het perfecte, gepolijste af, dat ik denk, als ik jou meer liedjes zal horen zingen, hoop ik dat je meerdere kleuren kan laten zien. Dat je niet een soort Disney-prinses wordt. Die altijd als een soort Ariel op de steen, weet je wel, de zeemermin, haar mooie plaatje neerzet. Maar dat je ook kwetsbaar op een andere manier kunt zijn. Dus ik weet niet of je nog de kans krijgt om nog een lied te zingen vandaag. Ik heb een heel ander nummer in gedachten. Dus, een heel ander nummer in gedachten? Ja, totaal anders dan dit kleine lieve liedje. Nou, we zullen straks overleggen en hopelijk krijg je de kans. Dat is ik nog niet hoop zeker. Het. Maar dat wilde ik zeggen. En weet je, dat je een artiest bent, dat heb ik wel gemerkt. En volgens mij zijn er meer mensen op het plein die ongelooflijk van jou genoten hebben. Dank je wel. Ik ga het woord nog even geven aan Rob van der Weert. Nou, wat Martin al zei, ik zou jou wel eens in een rocknummer willen zien. Sorry, ik versta. Ik zou jou wel eens in een rocknummer willen zien. Oh, ja. Met een spijkerbroek. En dan zou ik je wel eens helemaal uit je outfit willen zien gaan. Nou, want ik denk dat je dat zeer zeker kunt. Wat zeg je nou, Rob? Je wil haar wel eens een keer uit haar outfit zien gaan. Ja, hij denkt verder. Maar dat is de jeugd van Martin nog. Ik weet niet, ik schrik er een beetje maar van. Ik vond jouw uitstraling naar het publiek toe wel erg goed. Er staat gewoon een mooie meid. Je hebt alles. Je hebt een goede opleiding van Ventura achter de rug. Dat kun je zien. En ik denk dat dat wel goed komt. Maar ik zou je inderdaad ook wel eens in een ander liedje willen zien. Nou, wie weet gaat dat dan gebeuren. Hè? Ik heb wel een heel ander nummer voor straks als ik door ben. We wachten het nog even af. De jury krijgt nog even tijd om te beraadslagen. Je maakt het spannend. Ja. Bedankt voor zover. En je krijgt nog een groot applaus van dit geweldige publiek. Marjolein Eigelaar. De stem van Kampen.